activiteiten van Yaskawa is heel divers. Wij zitten in alle sectoren, van de metaalverwerkende nijverheid, zoals plooien, lassen, ponsen, verven, tot de voedingsindustrie, de farmaceutische industrie, de medische industrie. De robots worden toegepast in diverse installaties, van kleine assemblage-applicaties tot hele grote installaties waar diverse robots met elkaar samenwerken. Activiteiten van Yaskawa bij bedrijven is dat ze een continue output hebben, een constante kwaliteit en ze zijn ook productiezeker van hun installaties. De Petersgroep is een internationale opererende fabrikant van landbouwmachines. We hebben ervoor gekozen om een groot gedeelte van onze productie te robotiseren. De eerste stappen zijn er al gemaakt in het lasproces te robotiseren. En dit jaar is ook besloten het plooiproces te robotiseren. En dat is vanwege de grote hoeveelheid aan componenten die we elk jaar moeten plooien. Maar daarnaast is ook het gewicht van de te plooien delen zeer hoog. Een gemiddeld stuk weegt 25 tot 30 kilo en dat is voor een werknemer een aanmerkelijk gewicht. En de capaciteit kan ook zeer vergroot worden door gebruik te maken van een robot. Robosoft is een wereldspeler op het vlak van automatisatie van industriële processen. Meer bepaald in de metaalverwerkende nijverheid. Wij maken dus CNC-besturingen en software voor allerhande applicaties gaande van kanbanken, plooibanken, scharen, pontmachines, lasersnees, sneemachines enzovoort. Wij zorgen er ook voor dat het eerste stuk die gemaakt wordt op de machine onmiddellijk vormjuist is. Dat wil dus zeggen dat er ook geen stukken verloren gaan, ook geen verkeerde productie kan gemaakt worden, geen stilstanden van productie. De insteltijden van de machine wordt gereduceerd en omwille van het feit dat de brug tussen operator en machine kleiner worden is, dan wordt ook de autonomie van het bedrijf groter.